Hier zie je Ilse. Ilse is haar vrouwelijkheid verloren, ze is chronisch vermoeid en voelt zich niet klaar om opnieuw te gaan werken als verpleegster. Ze denkt elke dag opnieuw, mijn leven zal nooit meer hetzelfde zijn. Waarschijnlijk ken jij ook wel iemand met een verleden van borstkanker. Maar wist je dat die strijd van borstkanker niet stopt bij het overwinnen van de kanker alleen? Zo zien we bij 1 op de 3 vrouwen na de kankerbehandeling pijnklachten voorkomen. En dit kan enorm doorwegen op hun levenskwaliteit. Veel vrouwen die borstkanker hebben overleefd, worstelen met een gevoel van onrecht. Ondanks dat Ilse haar litteken mooi genezen is en er dus geen schade meer aanwezig is in haar lichaam, ervaart ze toch nog pijnklachten in haar borst en haar gehele arm. Het probleem is dat de gedachten en emoties van onrecht zenuwen net gevoeliger kunnen maken en pijnklachten aanhouden. En daar wil ik met mijn onderzoek iets aan doen. Als kinesitherapeut leg ik in mijn onderzoek aan borstkankeroverlevers zoals Ilse uit dat pijn als een alarm afgaat voor schade of gevaar en ons op deze manier dus beschermt voor verdere schade. Maar doordat het pijnalarm gevoeliger is geworden, gaat het pijnalarm bij Ilse zelfs af als ze gaat fietsen met vriendinnen, wat helemaal niet gevaarlijk is, aangezien er geen schade meer aanwezig is in haar lichaam. Ja, door de gedachten en emoties van onrecht stap voor stap te verminderen, kan het pijnalarm opnieuw minder gevoelig worden. Zo zullen we bij Ilse bijvoorbeeld werken aan acceptatie, slaaphygiëne en fysieke activiteit, zodat ze wel terug kan gaan werken en fietsen. Met deze behandeling hopen we ook andere borstkankeroverlevers te helpen om de focus te verleggen van dat gevoel van onrecht naar wat ze willen doen in hun leven om weer gelukkiger te worden. Zo kan hun strijd tegen pijn na borstkanker eindelijk ten einde komen.